I would say pretty long, probably about 200-300 years. Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Dat lijkt een open deur. Maar het zal je verbazen hoe kort dat pas echt zo is. No, it's 40 years. 40 years? Wow. Hoewel Lodewijk Napoleon in 1808 al neerstreek in het paleis op de Dam om vanuit daar het land te besturen en koning Willem I het na het Franse tijdperk ook als hoofdstad bevestigde, werd het pas officieel in 1983 in de grondwet vastgelegd. En het is eigenlijk een beetje onduidelijk waarom. Sommige mensen zeggen ja, het is gewoon een foutje of het is over het hoofd gezien. Dus eigenlijk heeft Nederland bijna anderhalf eeuw geen formele hoofdstad gehad. Toch werd Amsterdam in die tijd wel degelijk als hoofdstad gezien. En dat begon dus met Lodewijk Napoleon. Hij verbleef eerst in Den Haag en er werd gezegd dat hij eigenlijk die zeelicht niet prettig vond. Dus toen is hij naar Utrecht gegaan. Daar heeft hij vrij kort even gewoond, maar hij vond de stad te klein en zijn favoriete theater brandde af. Dus hij dacht, nou ja, dit is niet groot genoeg voor mij. En toen heeft hij zijn oog laten vallen hier op het stadhuis van Amsterdam en dacht, hier ga ik een koninklijk paleis van maken. En als je goed kijkt, zie je ook dat het balkon hier nog ontbreekt. Dat zat er nog niet toen het een stadhuis was, maar hij dacht, ja, ik moet kunnen zwaaien naar mijn volk. Ja, nog steeds staat de koninklijke familie hier op het balkon voor belangrijke scènes. De hoofdstad zijn we gebleven, maar het bestuurlijke randje is er wel vanaf. Er zijn maar een paar landen in de wereld waarbij de regering niet zetelt in de hoofdstad. Dus wat dat betreft is dat best wel uniek. Het gaat alleen nog maar om het feit dat de koning hier beëdigd wordt. Dat is wat er nog gebeurt, waarmee het ook nog de koninklijke hoofdstad is. Why would you have the government seat, the main city, without a government? Napoleon's choice? Yes. Well, that doesn't make sense if Napoleon was a conqueror hundreds of years ago. Of we in de komende 40 jaar hier wel weer een koninklijk tintje kunnen verwachten. Wellicht, Amalia wil studeren in Amsterdam. Dus misschien dat zij, als zij aan de macht komt, denkt van ik vind Amsterdam toch echt leuker dan Den Haag. En misschien gaat ze hier dan wel weer wonen.